start is gevallen. De paarden zijn gestart en het is een strijd om de leiding die in de eerste instantie wordt gewonnen door Henri Buitenzorg. En Henri Buitenzorg heeft een lengtevoorsprong nu. Drogba Apache zet na. Aan de binnenzijde ligt dan niemand minder dan Elliot Charisma. Verder weg in het veld dan Baco Boy die aan de buitenzijde aan een opmars bezig is. Dan Hidde Greenwood gevolgd door Heine Attack. En aan de staart van het veld Gold Rush H. Rust is er nog niet in het veld. Er worden nog altijd posities gekozen. En vooralsnog is het Drogba Apache die de bocht ingaat. De bocht doorkomt, moet ik zeggen, uitgaat. De rechte lijn voor de tribune opzoekt als leider. En heeft een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Henri Buitenzorg. Aan de buitenzijde daarvan is het dan niemand minder dan Baco Boy. Baco Boy, de ouderdomsdeken van het veld. En die wordt dan gevolgd door aan de binnenkant Elliot Charisma. Met Hidde Greenwood. En daarachter dan Gold Rush H. Met aan de binnenkant van Gold Rush. Rush H. Heine Attack, een compacte cluster, is halverwege de rechte lijn voor de tribune, maakt zich nu op voor de laatste ronde. Aan de binnenkant nog altijd een halve lengte voorsprong voor Drogba Apache. Drogba Apache, maar Baco Boy zet druk op de ketel in het tweede spoor. Hidde Greenwood, die ligt in derde positie aan de buitenzijde van Henri Buitenzorg. Daarachter Gold Rush H. met Elliot Charisma. En Heine Attack is nog altijd de hekkensluiter. Als de deelnemers de bocht doorkomen op weg naar de overzijde van de baan. De laatste 1000 meter zijn ingegaan met aan de kop nog altijd die nummer 5. En dat is Drogba Apache met Elko Korrel. Drogba Apache die heeft het commando. Daar komt aan de buitenzijde nu een machtige voorstoot van Hidde Greenwood. En Hidde Greenwood neemt in één rush de leiding over halverwege de overzijde. Hidde Greenwood heeft een lengtevoorsprong genomen. Drogba Apache op de tweede plaats. Derde positie voor Baco Boy. Vier aan de binnenzijde. Henri Buitenzorg ziet geen daglicht. Ligt volledig in de snoeker. Met schuin daarnaast aan de buitenzijde Gold Rush H. Daarachter is het Elliot Charisma. Laatste van het pelotonnetje is Heine Attack. Dat is de situatie bij het indraaien van de laatste bocht. Met nu een volle lengte voorsprong voor Hidde Greenwood. Hidde Greenwood, Baco Boy op de tweede plaats. Daarachter Drogba Apache aan de binnenzijde. Aan de buitenzijde komt Gold Rush H. Die maakt iedere keer een halve plaats goed. En komt dichter en dichter bij de koppaarden. Als ze de laatste rechte lijn inkomen, is het nog altijd Hidde Greenwood die leidt. Hidde Greenwood op de tweede plaats. Aan de binnenkant probeert dan die Henri Buitenzorg daglicht te vinden. Daarachter aan de buitenzijde Drogba Apache. Aan de buitenzijde Gold Rush H. Daar sprint Elliot Charisma. Vindt voor ons toch ook geen doorgang. Hidde Greenwood die laat het zakken. Kijk eens aan de buitenzijde naar de vliegmachine. Dat is Heine Attack. Heine Attack neemt de leiding over en gaat hier magistraal winnen. Heine Attack die wint het hier met 2-3 lengte voorsprong. Een close aangelegenheid voor de tweede plaats. Dat lijkt nog te zijn Elliot Charisma voor Drogba Apache. En daarachter zagen we dan ook nog Gold Rush H en Henri Buitenzorg.